deze video gaan we kijken naar scooten. En scooten lijkt heel erg op een hip escape. Alleen doe je dat nu niet liggend, maar vanuit een zittende positie. Dus van allerlei zittende guards kun je dat doen. En op het moment dat je tegenstander dan naar voren komt, moet je afstand kunnen maken. Of als je je tegenstander aan wil vallen, moet je die afstand juist kunnen verkleinen. En dat is waar scooten voor is. Gaan we nu naar kijken. Om te scooten is het belangrijk dat je eerst in een sitting guard begint. Ik heb één voet naar voren. Als dat mijn linkervoet is, dan zet ik mijn rechterhand op de mat. Andere been houdt dicht bij mijn heup. En op deze manier is het vrij makkelijk om te draaien als ik een tegenstander heb die om mij heen beweegt. Je stapt gewoon bij en je zet je hand ergens anders neer om bij te draaien. En zo kun je je tegenstander volgen. Je kunt je hand bij je houden, maar je kunt ook afstand houden en zoeken naar grips op dat moment. Als mijn tegenstander nou heel erg naar voren komt, zal ik naar achter moeten bewegen. En dat kun je als volgt doen. Ik hou mijn hand voor me. Ik zet mijn voeten voor me neer. Mijn hand gaat iets naar achter. En nu zet ik mezelf af op deze manier. Ik til mijn heup iets van de grond. En nu duw ik mezelf naar achter. En die hand houdt dus hier om afstand te houden. En grips te pakken eventueel. Als ik nou nog een keer wil, zet ik mijn hand naar achter. Trek mijn benen weer in. En doe ik nog een keer hetzelfde. Nou, dan kun je hem ook voorwaarts maken. En dat is gewoon precies het tegenovergestelde. Dus je zet je voeten... Zet je wat verder voor je neer. Ik hou die hand hier weer. En vanaf daar zet ik mijn hand dicht bij mijn heup. En duw ik mezelf naar voren. En zo kun je dus naar achter. Maar ook naar voren. Ondertussen kun je een beetje draaien. Je moet je tegenstander volgen. En zo kun je dus scooten en afstand houden. Of wegnemen tussen jou en je tegenstander.